Dag beste mensen, welkom bij Binnen Aliade. Of moet ik zeggen, welkom in Assen. Want, zoals je ziet en hoort, we staan hier op het circuit van Assen te racen met cliënten van Aliade natuurlijk. En hoe zeggen we dat ook alweer? Samen doen wat wel kan. En als je dacht dat we niet kunnen racen, nou, we kunnen dus wel racen. Live vanaf TT in Assen. Maar we hebben natuurlijk nog meer vandaag. Pannenkoekenfeest in Burgum. In Burgum worden ook nieuwe appartementen geopend. En we hebben een braderie in Stiens. En we eindigen natuurlijk met het weer van onze weerman André. Blij dat je meerijdt met Binnen Aliade van donderdag 28 september. Spek, stroop, poedersuiker, noem het maar op. Pannenkoeken in Burgum. We gaan even lekker eten. Kijken. Ook in Bergen zijn er nieuwe appartementen geopend. Zo. Was dat Francisca? Of hoe heet ze ook alweer? Want die woont ook. In een nieuw appartement in Bergen. Dat was afgelopen week de opening.
Vrijdag was er in Stiens de Burendag en dat werd gecombineerd met een leuke braderie. Daar gaan we eens even kijken, want er zijn allemaal leuke dingen te doen en lekkere hapjes. Maar wie zijn jullie? Moisa. En wat maken jullie allemaal? Kaarsen. Ja, ik zie het. Prachtig. Lekker hè? Ja, ik heb al gehad. Zeker. Als de grootste maar is, hè? Oh. Kijk eens. Die is leuk. Oké, wat de andere kindjes hebben gedaan, we hebben al een kleurtje uitgezocht. Dus allemaal van die kleine zaadjes mag je één kleurtje was Binnen Aliade van donderdag 28 september. Wil jij ook wat laten zien of vertellen over je werk, over je hobby of iets anders wat je hebt gedaan? Mail dan naar binnen@aliade.nl en wij nemen contact met je op. We sluiten af met onze weerman André. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer, want dan hebben we meer. Goedenavond dames en heren van Binnen Aliade. Ik sta hier nu bij de boomgaard, nog bij deze appels. Deze moeten nog geplukt worden. Maar ja, het ziet er natuurlijk wel heel erg leuk uit, zo'n boomgaard. Nou, ik laat jullie weer mooie weerfoto's zien. En daarna ga ik jullie vertellen wat er weer gaat worden voor de komende dagen. Morgen, de donderdag, is het overal heerlijk zonnig weer, hooguit een soort sluierwolken. Ik moet er wel bij zeggen dat er langs de kust of langs de westkust kan lokaal vanmiddag een enkele bui voorkomen of een paar buien. Maar ik verwacht dat het droog weer wel overheerst. Het wordt zo'n 16 tot 18 graden op de Waddeneilanden en 22 graden in Limburg. Met wel een zuidwestenwind, windkracht 2 tot 3 boven land en windkracht 5 aan zee. Dus vooral aan de kust, langs de westkust, kunnen er lokaal aan het eind van de middag een paar buien voorkomen. En het heeft te maken met een storing boven het Verenigd Koninkrijk. En dat heeft nog te maken weer met die orkaan. Die nog in de buurt van de oceaan of zo ligt waarschijnlijk. En de restanten daarvan liggen boven het Verenigd Koninkrijk. En daarvan kan het Verenigd Koninkrijk toch wel weer heel harde wind krijgen.
Dus maar verder gewoon in de loop van de middag, dus morgen, hebben we gewoon lokaal, dus een paar buien langs de west- en noordkust. Verder is het op de meeste plaatsen gewoon droog weer. Nou, in de nacht van donderdag op vrijdag, dan trekt er een storing van west naar oost over het land met hier en daar een beetje regen van langs de west- en noordkust. En dan vrijdagochtend misschien hier en daar nog een beetje gedurpel boven het oosten van het land, of noordoosten, zeg maar, langs de kust ook nog wel misschien een paar buitjes nog. Verder vrijdagmiddag weer op de meeste plaatsen droog weer. Misschien nog een enkel buitje hier en daar. Verder wordt het zo'n 16 graden op de water tot 21 in Limburg. Eigenlijk is het best wel aardig weer met de westenwind, windkracht 2 tot 3 boven land en windkracht 6 is aan zee. Dus ja, vrijdagochtend misschien nog een beetje regenval nog in het noordoosten en langs de westkust. Maar verder gewoon, overdag lijkt het gewoon verder wel droog te blijven. Maar ik zou toch nog wel even de paraplu of de regenpak aandoen. Daarna krijgen we zaterdag, zondag en maandag nog weer een nieuwe hoogdrukgebied met droog weer, geel zon. Overdag 18 tot 22 graden en de nachttemperatuur ligt zo de 10 tot 12 graden. Vanaf dinsdag neemt de wisselvalligheid weer meer toe met meer kans op buien. Maar zover zijn we nog niet, dan kunnen we gewoon weer eerst tot bij dinsdag weer lekker genieten van een heerlijk nazomerweer. Dus een heel mooi weekend weer hebben we weer voor de boeg. Tot zover het weekend weerbericht. Volgende week donderdag zijn we weer. Ik wens iedereen een heel mooi weekend toe en geniet er ook vooral van.